Goedenacht. Welkom bij weer een nieuw middelmoment. Vandaag gaan we het hebben over de vacuüm- en overdrukmeters. We hebben ze van het kwaliteitsmerk Mightyvac. Er zijn kunststofuitvoeringen te verkrijgen en er zijn metalen uitvoeringen in te verkrijgen. Ik heb ze hier uitgestald op de tafel. Ik zal ze even nader toelichten. Dit is de TE8000, de kunststofuitvoering met een draaibare klok. In de set worden diverse hulpstukken geleverd, aansluitstukjes en een remontluchtingspotje. Dan hebben we hier de 8510, de metalen uitvoering. Zelfde soort pomp als de kunststofuitvoering, maar helemaal van metaal. Ook met het draaibare klokje zitten geen hulpstukken bij. Daarvoor moet u de 8550 hebben. Zelfde uitvoering, alleen daar zitten dan de diverse hulpstukjes bij en een remontluchtingspotje. Waar kunt u het voor gebruiken? Nou, voor alle vacuümdelen, zoals brandstofsystemen, airconditioningen, remsystemen, katalysatoren, kachelsystemen. Daar is het vacuümgedeelte voor te gebruiken. En de overdruk is heel goed te gebruiken en juist bedoeld voor turbosystemen. Ik zal even laten zien hoe het kortweg werkt. Dan pak ik even de kunststofuitvoering bij. Het gaat alleen om de werking. Als je een vacuümdeel wil gaan testen, pakt u een desbetreffend hulpstuk die pasbaar is voor hetgeen wat u wil gaan testen. In dit geval kunnen we hem onderin pluggen. En dan ga ik hem op vacuüm zetten. En dan kunt u middels de meter kunt u gaan aflezen of het desbetreffende deel vacuüm meetbaar is en of het ook werkt. Daarna is het simpel te ontluchten door hem eerst onder op de knop op te drukken. De vacuüm- en overdrukmeters, verkrijgbaar via midlock.nl. Bedankt weer voor uw tijd en voor uw aandacht en tot de volgende keer.